How are you doing? Ja. Alles goed? Lekker, lekker. Kom binnen. Poederbaas Mansion. Welkom. Dit is ons Poederbaas kantoor. En hier gebeurt het, jongens. Van hieruit proberen wij langzamerhand wat groter te worden. En zoals je ziet is het een soort van garage. Maar inmiddels, wij zien het als kantoor. Het is ons hoofdkantoor. Hoofdkantoor in Nederland. Ja, dit is het. Dit is onze trots, jongens. Dit is het Poederbaas magazijn. Hier liggen alle mutsen die wij gedurende het seizoen verkopen. Hè. Het is allemaal netjes gesorteerd, zoals je ziet. Misschien nog niet een postorderbedrijfssysteem zoals je gewend bent bij bijvoorbeeld bol.com. En van hieruit worden eigenlijk alle bestellingen verstuurd. Zowel naar winkels, consumenten, noem maar op. We kunnen een paar mutsen laten zien. Hè. We hebben hier... Zo is het ooit begonnen. We zijn ooit begonnen met het haken van mutsen natuurlijk. Zelf haken. Met large beanies, waar we toen helemaal fan van. En het leuke aan deze modellen is dat ze... Het is wat meer de hangende modellen. Hè. Het is wat meer het hangend iets. Er zit een vliesje in aan de binnenkant. Natuurlijk om lekker warm te blijven. Niet helemaal gevoerd over de hele beanie. Waarom niet? Omdat het op een gegeven moment anders te warm wordt. Leuk model beanie, met name gericht op de snowboardmarkt. Ook een ander model, hè, dus wat meer de gewone modellen. Hè, dus het met een mutsje met een bolletje, met een pompon erop. Dat noemen we de beanie, dat noemen we de large beanie. Nou, op een gegeven moment dachten we, dat is natuurlijk niet het enige. Waarom niet ook focussen op de kleine kinderen? En wat krijg je dan? Dat noemen we dan poederbaasje, dus voor de kleine kinderen. Leuk kerstcadeau, Sinterklaas, noem maar op. Raak je kind ook nooit meer kwijt in de drukke apres-ski, want ja, zo'n muts als die voorbij komt, daar kun je natuurlijk niet omheen. Nou, dan hebben we ook nog, dat vind ik zelf, dat is echt een van mijn favoriete producten. Waarom? Dat is de headband. Staat goed, met name als je wat langere haren hebt, als kerel ook. Maar ook voor de vrouwen, is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, en het wordt veel gedragen onder de helm. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook is ook niet heel onbelangrijk, want wij zorgen er wel voor, hè, of wij prefereren wel dat mensen nog steeds skiën met een helm op. Maar zo gauw je op het terras zit, moet je natuurlijk een lekker mutsje op hebben. Of een hoofdband. Ja, we wilden uiteindelijk naar mutsen toe die ook in Nederlands straatbeeld gezien konden worden. Nou, die felgekleurde mutsen, dat is wel iets waar niet iedereen over valt. Ja, dus daar wil niet iedereen mee gezien worden. Dus we zijn begonnen met de Poederbaas Essentials. Poederbaas Essentials, jongens. De naam zegt het al, je kunt niet zonder ze. Je moet ze gewoon hebben. Leren labeltje zit erin. Nauwer op elkaar gehaakt. Er zit veel stretch in. En ja, je ziet hoe het staat. Hè. Ja, ik kon niet zeggen dat het goed staat, maar... Het is een ander type model als we gewend zijn. Ja, en we hebben de afgelopen 2 jaar geen strenge winters gehad. Maar geloof me, die komen er weer aan. En dan moet je gewoon zo'n muts hebben. Hè, dus bestel hem alvast. Dan weet je zeker dat als die winter er eenmaal echt aankomt, dat je in ieder geval de warmpjes bij zit. Dat is even een notendop waarvoor, hè? Wat we hebben. Mutsen. Poederbaas is echt gericht op mutsen, hoofdbanden. Producten voor in de wintersportgebieden. Maar ook steeds meer een dagelijks straatbeeld. 3, 2, 1, welkom bij iBoardcast, de Nederlandse action sports video podcast. Ik ben de host Johnny 13, ik zit met Stemmo. Stemmo, what's up? How you doing? I'm fine. Ja, maar goed. Ja, lekker. Gezellig dat je op ons kantoor bent. Vind het leuk. Vind het leuk om jou een rondleiding te geven, ja. Ja, ik vind het heel vet, want overal waar ik maar kom, zie ik een poederbaas muts voorbij komen. Overal, ja? Echt, Elk snowboard event waar ik kom, elk wakeboard event, ik zie overal ergens poederbaas. Oh, nou, dat is de bedoeling ook, dus is goed om te horen. Ja. Hoe ben je met poederbaas begonnen? Ja, ooit een verkeersongeluk gehad, dag veel bed, stil, kon eigenlijk niet veel, een jaar plat gelegen. Maar ik kan niet stil liggen, ik kan hier niks doen, dus toen ben ik begonnen met haken van mutsen. En in een korte tijd had ik er 35 in elkaar gehaakt. Hè. Dus niet breien, haken is het. En merk ik nou poederbaas voor bedacht. En vervolgens is het uitgerold tot wat het nu is eigenlijk. Hè. Dus ja, het wordt steeds groter en groter lijkt dan. Als ik zelf een poederbaas muts wil hebben, waar moet ik naartoe gaan? Ja, naar de winkels. We hebben een kleine 50-tal verkooppunten in Nederland. We zijn heel kritisch waar we liggen. Het zijn allemaal winkels waar we onszelf thuis bij voelen. Hè. Waar we graag komen. En daar raad ik je aan om daar naartoe te gaan. Ja, mocht het zo zijn dat je in een uithoek woont waar geen winkel is in de buurt, of het model is uitverkocht, dan raad ik je aan om naar www.poederbaas.com te gaan. Want daar hebben we bijna alle modellen nog wel op voorraad. En dan heb je hem binnen een dag in huis. Ja, mocht je ooit een muts willen, Johnny, dan geef een belletje. Dan zorgt onze Monique ervoor dat je hem zo snel mogelijk in huis hebt. Ja, top, top. Dankjewel. Oké, dat was voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast? Ga naar www.iBoardcast.com. Daar vind je alle linkjes ook naar Poederbaas en ook naar al hun social media. Volgende week ben ik er weer. Ik zie je dan. Muscle!
Thank you.